Mijn vader, die had een herseninfarct gekregen, is een jaar later overleden. Mijn vader dacht, nou, ik kan het wel even allemaal zelf. En hij valt, breekt zijn heup, 3 dagen later overleden. Toen dacht ik, ja, als mijn vader dit gehad had, dan was dat even niet gebeurd. En die waarde was voor mij zo obvious dat ik dacht, ja, ik moet hier wat mee. Lea is een robot, vermomd eigenlijk als rollator. En die vermomming die verraadt haar belangrijkste functie, namelijk het verbeteren van de mobiliteit. Maar op een manier dat die rollator niet meer kan. Dus daar waar de rollator normaal ophoudt en mensen in een rolstoel terechtkomen, kan Lea dat verlengen, dat traject. Doordat Lea op een slimme manier bij je blijft. Ze weet waar de gebruiker is, ze weet waar de omgeving is. En op die manier wordt het een hele veilige manier van lopen. Er zitten heel veel sensoren in Lea, meer dan 70. En een van de belangrijkste sensoren daarin is bijvoorbeeld een dubbel cameraatje, 3D-camera. Je ziet hier een laserscanner die heel hard ronddraait. En die samen houden eigenlijk de gebruiker die hier achter loopt in de gaten. En weten dus waar die gebruiker loopt. En zodra die afstand te groot is, dan stopt Lea automatisch. Probeer alstublieft dichterbij Lea te lopen. Dus op een gegeven moment als ik een Parkinson-patiënt ben bijvoorbeeld. En ik heb een vries. En ik ga vooruit. 1. Probeer alstublieft dichterbij. En ik kom nou komt Lea naar mij toe terug. Een goed idee heeft veel vaders natuurlijk. En ik wil niemand daarin tekort doen. Maar ik denk dat het belangrijkste drijfveer toch was vanuit de robotica groep op de TU Delft. Waar onder leiding van professor Jonker 4 verschillende sectoren waren. En één daarvan was Maya Rudinak. Zij was bezig met een onderzoek naar valdetectie voor ouderen. En ze merkte dat ze op die manier eigenlijk mensen kon helpen. En zij heeft besloten om dat door te zetten en op die manier de eerste Lea te ontwerpen. Nou, we hebben nu als eerste doelgroep de Parkinson doelgroep gekozen. De tweede doelgroep wordt revalidatie. Maar in het algemeen is Lea echt bedoeld om alle ouderen die een mobiliteitsprobleem hebben, om die te gaan helpen. Ons doel is om geluk te creëren bij mensen. En geluk zit hem vaak in de kleine dingen, maar zelfstandigheid brengt mensen echt geluk.